Ja, we gaan beginnen met mijn kameroot hier. Wij beginnen. Goedenavond iedereen. Pizza, want deze is voor de leeuwenbewinningpaal. Ik heb alleen maar één fles mee, omdat mijn papa wist niet hoeveel prenten ik met die wagen. Zeg gewoon, dat is een moeilijk, je toch meer pata doen. Merci Jenny dat u zegt, je bent een kanjer van een ventje. Ja. Nu ga ik het woord geven aan onze... Dank u jongen. Mijn overwinningbal is de 29 december en Alpatros en Zeebruggen. Hopelijk komen jullie allemaal en ik terug het drie van de alaaf, alaaf, alaaf! Merci jongen. Ja, Katrien, je hebt poen die geile vrouw. Sarah, Kevin, Christine, Stijn, het is een geslaagd bal. Toen hebben we lachen niet dat ik op dat podium. Veel moeilijk kan ik zeggen. Maar ik ga wel zeggen, mijn overwinningsbal gaat door op 1 september in het OC Ontmoetingscentrum in Velzeke. Ik hoop jullie daar allemaal mogen te verwelkomen en ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Ja, dan gaan we naar de provincie. Dat is er alle drie op. Want dat je wat vooruit komt, ik ga het woord geven aan de schoenste Diego. Eerst en vooral, goedenavond iedereen. Alle vier, proficiat met jullie titel. Ook, dames en heren, proficiat met jullie overwinningsbal. Ik ben de zienwerkings van ons Vlaanderen. En voor de rest laat ik me af met een drievoudig. Allah, Allah, Allah. Hallo iedereen, ik ben Jentje, proficiat ons Vlaanderen 2023. Mijn overwinningsbal gaat door op 29 juni in de kliniek. Bedankt voor de uitnodiging, maar het bal is geslaagd. En ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Ja, goedenavond terug. Stijn, Michiel, Sarah, Kevin. Ik ben blij dat ik hier vanavond op mogen leven. En hier nog even het bal mogen meemaken. Ik stond net op punt om te vertrekken naar huis, omdat ik morgen met de bloemen ga te werken. Maar ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal uit te nodigen op een overwinningsbal. Dat zal plaatsvinden op 13 oktober in zaal Gildenhuizen Stekenen. De deuren gaan open vanaf 19 uur. En ik ben nog een belangrijk ding vergeten. Ik ben trouwens de prins van Oost-Vlaanderen in KCN 2023.
En ik sluit af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. Merci, Didi, Dieken en Jenti. Gaan we hier naar nou West-Vlaanderen? Goedenavond iedereen. Proficiat met jullie overwinningsbal. Dan hebben we nog een lap op zien vanavond. En mijn overwinningsbal is 23 september in Brugge. Dus al volgend op. En in mei sluit ik met drie volgende alaaf, alaaf, alaaf. Merci, vriend. Ja, de leuke genoeg. Kom maar naar door. Bobke, Lenny en keizer Jan. Keizer? Goedenavond iedereen. Kevin, Sarah, Stijn en de rest. Die zijn allemaal aan het slapen, denk ik. Dus het is een geslagen bal. Bij deze ga ik ook een eerste reclame maken. 10 juni is onze overwinningsbal. Het zal het keurken, kenzeker. En voor de rest ga ik mijn prins en prinses nog even aan het woord laten zijn. Alsjeblieft. Dankjewel dat je mocht zijn. Dat ziet er mooi uit. Nee. Ik sluit af met die van het alaaf, alaaf, alaaf. Dankjewel dat je er mocht zijn. Het is een heel geslaagd bal. En hiermee sluit ik af met een drievoudig alaaf, alaaf, alaaf. We gaan eerst naar Limburg. Die mensen zijn van zo ver gekomen. En die spreken wat trager, dus... Deborah. Hallo allemaal. Ja, ik ben dus prinses Deborah van CD Trek op mijn bek. En ik heb mijn hofdame Celine mee en mijn hofnaar Kirian. En Stijn, Kevin. Nog merci dat wij mochten komen optreden en ja, ik vind het toch wel een geslaagde overwinning van. En ja, ik zou dat willen doen gewoon, alaaf, alaaf, alaaf. Ja, gaan we in één keer naar Centrum België en de Mosselkruid. Lap, in één keer, hupla. Geef gas. Een goede avond allemaal. Dat klinkt dus als niks, hè. Een goede avond allemaal! Voilà! Fantasy World, Kevin, Sarah en de rest van de leden allemaal, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. We zijn naar Centrum België daar vandaag op heen gegaan. Zoals je ziet ben ik alleen. Alleen als 3 centen, maar de prins is al. Als ik nu alleen op met 3 centen, is niet veel lawaai. Ja, dat is waar. Dat is geen probleem, hè? Dat, maar meestal de woorden die ik zeg. Het was erom, hè. Kijk ze even, ze hebben geen micro aan, heel mogelijk, hè. Het werd tijd dat ik die nasse te voelen. Ik ben dat de mensen wat applaudisseren. Ja, ik kan niet zeggen van welke wordt mijn overwinningsbal, maar het is wel 22 oktober, de nacht alleen. Dan is het ordefeest, 22 oktober, aanstaande. Daar kan iedereen naartoe komen. En dan wordt het nieuwe 3 gesternte aangesteld. Wij zullen echt een jaartje bij doen, wees gerust, geen probleem. Het is 2 jaar, dus is genoeg geweest. En op 23 december is het de nacht van de 3 gesternte in Zaldenhoornik in. Als gezellig, als ik dat goed zeg. Waar ik wel een puntje heb, volgens mij. Iedereen, en neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar iedereen begint nu al intreekaarten, steunkaarten, al de banden te verkopen. Sorry mensen. Mijn gedachte is, carnaval is met Paas afgelopen en we gaan op het gemakje naar het volgende, is 11-11. Dus als je na de vakantie, dus dan praat ik over begin september, als je dan eens een keer begint te verkopen, dan vind ik het heel goed. Maar nu, niemand weet op het nu meer welke kaart die in zijn tas heeft zitten en hoe en wat is Sheila. Of je 3 kaarten van 1 kandidaat koopt en volgende week komt een andere kandidaat tegen. Ik vind het allemaal een beetje te veel worden. En op een avond, zoals deze, ben je zo'n 20 euro minimaal per persoon aan iedereen te gaan kwijt. En volgende week komen ze weer aan je deur.
Mensen, hou er een beetje rekening mee, vind ik, want het wordt te gek. Excuseer. Dank je voor de uitnodiging en we gaan er een mooie bal van maken. Dank je wel, Chris. Ja, ik heb de verkeerde bas. Nee, dat je met een bas te maken. Mijn, ik heb een hogere stem. Maar dat is voor mensen die naar school geweest zijn. Huh? Ja, Lady aan de Waarbom doorstekken. Dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging. Het is al zeker een snijbal. Ja, ik moet blijkbaar een woordvoerder voor ons allemaal, dus dat aan mij. Als kinderprinses voor ons kunnen wissen, wil jij iets zeggen? Nee? Als prinses voor ons zakken. Sarah? Natuurlijk hebben we ook bij onze woordgesnorde roep. Onze woordgesnorde, ja. En onze kleine Steven, die graag met andere mensen die zijn een sausjesboom gebruikt. En je zegt altijd in de zin van alaap, alaap, alaap. En onze Ken, Lorenzo. Hij is in mijn nom aan het kruipen, pas op. Sinds dat is weer wat papa. Zeg maar hoe, vind je wel dat je daar aan Barbie moet even zitten? Hè? Ja, Lorenzo, mag ik eerst een keer vragen of dat een keer goede broek wilt optrekken? Ja. Jongen. In Amerika in een bak lopen zoek je, dat weet je. Ja. En dan wil je wel eens bedoelen, ik heb koesting. Ja, de Wasserraper. Ik zie de seniorenprinses Gisela de Boobie hier lopen. Ja, Bianca, ja, oké. Okay. Hoe mag ik het woord geven, meneer de voorzitter? Ja. En elke keer klikken ze het mij. Goedenavond, ik ben Prins Grieken van Groot Waasmunster. Ik heb ook seniorenprinses Giselle mee van Groot Waasmunster. Ik heb ook mijn vrouwtje bij, Leila van Groot Waasmunster. KV Fantasy World, Gunder bestaat ongeveer even lang als ons. Maar elk jaar zie ik ook wat dat Gunder presteert ook. Echt waar, allemaal een dikke proficiat voor jullie zelf. Echt waar, chapeau. Ik heb ook nog iemand bij. Die is regerend van onze groep, maar die komt straks waarschijnlijk nog eens terug om er voor te stellen. Hier, Pien. Goedenavond iedereen. Ik ben Sarah, proficiat met onder overwinning van en Christine Noord. Ik ben effectief. Stijn Lodge, ook proficiat. Ik ben niet van. Ik heb wel dat op dat nog niet op ingegaan zijn en ik sluit af mee en drie balk, alaaf, alaaf, alaaf. Jij bent hem. Jij ook als mensen van Groot Waasmunster, wij sluiten ook af mee, drie balk, alaaf, alaaf, alaaf. Ja, die alaaf die wordt altijd maar lager, vind ik. Nee, begint zo al, hè. Ik weet nog 30, 35, 40 jaar geleden, als wij zo niet stonden, kregen we een schup en een vreet, maar ja. Ja, het is goed. Lukt naar de glorie. Ja, moet je blijven zijn dus. En Prins Lorenzo trekt de broek op. Oké, een afmars voor deze prominenten. En dan krijgen we over een vijftal minuutjes Robbie Dinges. Robbie Dinges, wat is al weg? Ja. Robbie Dinges. Eita! Stel, stel! En kom er